Zo welkom terug allemaal in de video van vandaag 5 tips voor straatfotografie. Dus ik zal een vijftal tips overlopen aan de hand van deze camera. Maar het is eigenlijk van toepassing voor elke camera, maar dit type camera is wel zeer handig omdat daar instellingen op aangeduid staan die ik heel makkelijk kan laten zien. 5 tips die handig kunnen zijn voor wie graag aan straatfotografie wil doen of reeds aan straatfotografie doet en zijn werk wil verbeteren. Eerste tip is om bij elk weer te fotograferen. Dus niet alleen bij mooi zonnig weer, want eigenlijk is het zelfs zo dat mooi zonnig weer veel moeilijker is dan bijvoorbeeld een grijze regenachtige dag. Om de eenvoudige reden dat bij fel zonnig weer heb je heel veel verschillen licht, heb je heel veel fel belichte onderwerpen, heel hard licht... En sterke schaduwen en dan is het moeilijk om daartussen een goede vaste belichting te vinden, dus vaak moet je dan wisselen tussen je belichting. Terwijl bij een grijze dag, het woord zegt zelf, grijs neutraal weer, dan heb je weinig harde schaduwen, dan heb je bijna overal hetzelfde licht, dus kan je eigenlijk vaak al wegkomen met één vaste belichtingstijd of uh, instelling voor je belichting. Om de hele dag te fotograferen. Ook leuk trouwens is te fotograferen bij bijvoorbeeld regenweer. En dit type bodies, is de X-T1 en de X-T2, die zijn weerbestendig. Zet wel op dat je ook een lens erop schroeft die weerbestendig is. En het leuke aan regenweer is ook ander tafereel. Je ziet mensen die in plassen stappen, die een paraplu gebruiken, die schuilen voor de regen. Je ziet allemaal nieuwe dingen die je kan fotograferen en die je foto's uniek kunnen maken. Dus de eerste tip was. Fotografeer bij elk weer, ook slecht weer. Een tweede tip is: kom eigenlijk, uh, komen we komen vooral terug op die instellingen, is van manuele instellingen te gebruiken. En met manuele instellingen bedoel ik dus bijvoorbeeld: je kan werken met een vaste uh, focus, waarbij dat je dan bijvoorbeeld F8 gebruikt als brandpuntsafstand, omdat je een groot bereik hebt, een groot scherptediepte bereik. Dus dan hoeft je focus niet exact te zijn, dus dan stel je een bepaalde focus in bijvoorbeeld op een of alles vanaf 2 meter is scherp tot daarna en dan moet je gewoon zien dat je op het moment dat je iets ziet dat je wilt fotograferen, dat je zeker niet dichter dan 2 meter op dat onderwerp staat uh, een groothoek is ook interessanter dan een uh, telelens omdat je meer scherptediepte bereik krijgt en dus moest je naar 2.8 gaan of 2 in dit geval, de maximale opening heb je maar een klein klein stukje scherptediepte dus dan moet je al heel exact juist scherpstellen. stellen. Nu, dat kan ook een optie zijn, maar dan zou ik ofwel aanraden van autofocus te gebruiken, of als je echt goed bent, gewoon uh, de juiste focus te gaan manueel instellen. Maar daarvoor moet je wel vrij geoefend zijn. Andere manuele instellingen spreken voor zich. Zoals ik eerder al zei, als je een grijze dag hebt, dan kun je eigenlijk één belichting instellen, en dan spreken we over de regel van 16. Daar heb ik een andere video rond, dus bekijk die zeker als je dat interesseert. Dan kan je eigenlijk afhankelijk van het weer een sluitertijd gaan instellen die gelijk is aan uw ISO-waarde. Dus als je nu, ja vroeger had je dan een film geladen met een bepaalde ISO-waarde. Hier kies je nu ISO-waarde. Stel dat je ISO 200 gebruikt. Dan kan je een sluitertijd van een 200 van een seconde. De dichtbijzijnde waarde die hierop aangeduid is, is de 250 van seconden seconde. Dat volstaat. En dan kun je diafragma spelen met diafragma om de juiste belichting te bekomen. Bij echt zonnig weer is dat 1 op 16, de regel van 16. Daar, daar komt de, de naam van de regel ook vandaan. En dan bij iets wat bewolking ga je naar 11, meer bewolking ga je naar 8 en echt slecht weer zit je al bij 5.6 enzovoort. Dus eigenlijk op die manier kun je een vaste belichting bekomen zonder dat je zelf een lichtmeter moet gebruiken. Nu als je die regel van 16 nu interesseert, bekijk dan zeker het andere filmpje waarin ik alles bespreek. Dat was de tweede tip, dus manuele instellingen gebruiken, zodat je niet op het moment dat je foto ziet, nog snel moet alles instellen, of nog een belichting moet maken, of nog moet gaan focussen, of weet ik veel wat, gebruik vaste instellingen, manueel, die eigenlijk maken dat je toestel meteen klaar is, dat je alleen maar moet afdrukken. Dan maakt eigenlijk van je toestel een point-and-shoot, maar dan wel een point-and-shoot met de instelling die jij wilt. Dus geen point-and-shoot die eerst de instelling moet berekenen. Dat is eigenlijk sneller dan een point-and-shoot. De volgende tip is van... Veel in zwart-wit te fotograferen. Dus in uw zoeker, omdat dat digitaal is, ziet uw zoeker ook alles zwart. Uw display ziet alles zwart en uw uiteindelijke foto zal ook zwart-wit zijn. Maar wel een rauwe opname, dus dat maakt dat je achteraf, als je dat wenst, nog altijd de kleur kunt terugbrengen. Maar het voordeel van in zwart-wit te werken is dat je eigenlijk op het moment dat je opname maakt, dat je veel beter het verschil in licht ziet. Dus je ziet veel beter of je mooi licht hebt, waar het licht zit, hoe het licht valt en dergelijke meer. Dus je ziet veel meer waar dat een foto echt om gaat, echt om draait, zijn de licht en uh, u wordt minder afgeleid door kleuren en dergelijke dingen die er eigenlijk op dat moment misschien niet toe doen. Nu ik zeg nu kleuren dat die er niet toe doen, het kan perfect zijn dat je op een bepaalde dag aan het fotograferen bent en dat uw thema rood of groen of een bepaalde kleur is, dan doe ik kleuren natuurlijk wel toe en dan zou ik niet eraan van een zwart-wit fotograferen. Maar in het algemeen is een zwart-wit fotograferen vaak veel interessanter. Daar heb ik ook een andere afzonderlijke video van trouwens. Dat was al de derde tip. De vierde tip is van zo dicht mogelijk bij je onderwerp te komen. Dus als je iets fotografeert, kom dan dicht bij je onderwerp. Neem ook niet altijd dezelfde foto van mensen van van achter, omdat je schrik hebt om die mensen te confronteren met het feit dat je een foto maakt. Dat je schrik hebt voor hun reactie of zo. Nee, uh, maak je werk van om mensen aan te spreken, om dicht bij mensen te komen, om mensen in hun, in hun gezicht te gaan fotograferen. Als de mensen dat niet willen, zullen ze dat wel laten weten. En dan kun je nog de situatie oplossen door desnoods gewoon de foto te verwijderen waar ze bij staan. En hun gerust te stellen dat er eigenlijk niks vastgelegd geweest is. Maar probeer dus, ga dus niet situaties uit de weg. Confronteer de mensen echt. Maak foto's van dichtbij. Van mensen van vooraan, hun gezicht duidelijk in beeld van situaties die gebeuren. Meng u en probeer niet op te vallen, maar als je toch opvalt en er dringt zijn situatie op, los het dan met woorden op natuurlijk. Dat was de vierde tip. De vijfde en laatste tip is van eigenlijk uw fototoestel, dus uw camera, van die altijd en overal mee te nemen. Een belangrijk punt, dus dit is een, 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 een camera die al wat afgezien heeft die altijd in mijn tas van mijn motor zit, mijn koffer, waarmee ik onderweg ben, dus die ik altijd bij me heb, die zit wel hier in die voering, dus dat is wel zacht afgewerkt, dus die heeft wel wat bescherming, maar die heb ik zo goed als altijd bij, die is ook altijd klaar om foto's te nemen. En de reden dat je die camera altijd moet bij je hebben of best altijd bij je neemt, is omdat ook een belangrijk onderdeel van straatfotografie en van candid fotografie en alle types fotografie is het moment. Dus het vastleggen van een bepaald moment. Je kan een situatie hebben, als je een foto maakt op een bepaald moment en je maakt van dezelfde situatie een foto van een minuut later, heb je een totaal andere foto. Het is belangrijk dat je het juiste moment fotografeert. En je kan alleen maar het juiste moment fotograferen als je je camera ook echt bij je hebt. En dan komen we terug bij die, eerste tip, nee, die tweede tip van je manuele instellingen. Als je ook je instellingen al gedaan hebt, als je klaar bent om te fotograferen. Dus dat waren de 5 tips voor straatfotografie. Bij elk weer ook regenweer fotograferen. Manuele vaste instellingen gebruiken, wel de juiste, maar natuurlijk manueel. In zwart-wit om naar licht te leren kijken. Dicht bij je onderwerp komen, uw onderwerp confronteren. En als laatste uw toestel overal en altijd bijwellen. Dat was het. Bedankt voor jullie aandacht. Als je bepaalde vragen hebt, laat zeker iets weten. En tot de volgende video.